Oké, jongens, ik wil jullie vertellen dat wij gaan stoppen met vloggen. Want ik dacht, ja, ik heb echt helemaal geen veel abonnees. En jij, ik wil zo graag 10.000k halen. En ja, ik heb gewoon heel weinig abonnees. Dus ik denk, ik stop ermee met vloggen. Behalve als ik opeens 20 abonnees heb op 11 of 12. Maar ik ga gewoon mee stoppen. Ik ga jullie ook wel missen, maar ik wil gewoon meer abonnees hebben. Ik ben gewoon de slechtste YouTuber. Want ja, ik heb echt maar 10 abonnees. 10. Dus daarom denk ik ga er gewoon mee stoppen. Ik weet het serieus. Maar ja. Met deze ballon. Ik hoop zo erg dat ik wel veel abonnees krijg. Want anders ga ik er echt mee stoppen. Dit was, denk ik, de laatste video. Maar ja. Ik denk echt dat ik moet stoppen. Ik heb namelijk echt 10 abonnees. Geloof mij, serieus. Als eerst had ik 12 abonnees. Maar. Er zijn afgegaan, dus ik dacht, dan ga ik er gewoon bij stoppen. Niemand vindt mijn video's meer leuk, behalve mijn klasgenoten. Dus ik ga stoppen. Ermee. Met het vloggen. Ook al heb ik zijn er vriendinnen die nooit kunnen stoppen met mijn video's. Dit was de laatste, maar jullie hebben geluk dat jullie nog terug kunnen kijken. Maar ik denk echt dat dit de laatste video is. Of ik maak er nog een paar leuke bij. Want jullie weten nog van. Want het is zo. Natuurlijk heel leuk om met dit. Bij TikTok-filmpjes kunnen jullie nog terugzien. Maar ik denk toch echt dat ik ermee moet stoppen. Dus gewoon zo, ik vind het echt niet meer leuk. Dus ik dacht, ik ga er maar mee stoppen. Alle kijkers, die vinden ze leuk, maar ik ga er mee stoppen hoor. Het is echt geen fabeltje. Dus ik denk, ik moet er gewoon mee stoppen. Ik weet niet waarom, maar ja, ik weet wel waarom, ik heb net de reden gezegd. Maar ik wil absoluut meer abonnees. Iedereen moet abonneren zodat ik gewoon meer abonnees heb en dan ga ik en dan ga ik vooral nog door. Ik vind vloggen nog wel leuk, maar als ik bijvoorbeeld dus eindelijk abonnees heb, dan ga ik niet meer, dus dan ga ik er echt mee stoppen. Dus ja, ik weet het echt niet meer. Maar abonneer echt op mijn kanaal, alsjeblieft. Dan ga ik door met vloggen. Dat is één hint wat ik jullie alvast ga geven. Omdat als jullie niet gaan abonneren, dan ga ik zeker stoppen met vloggen. Ja? Doei!